Ondertussen ben ik in Den Haag, maar ook een heel klein beetje in Amsterdam. Want ik heb hier zo meteen een afspraak met Sabine Uitslag. Zij is van het CDA en heel erg bevlogen met seks, drugs en rock'n'roll. En terwijl ze zo seks, drugs en rock'n'roll is, weet ik dat ze zwanger is. Dus ik bestel alleen een biertje voor mezelf. Over. Leuk dat je even tijd voor ons hebt, Sabine. Of moet ik zeggen mevrouw Uitslag? Zeg maar gewoon Sabine. Vorige keer sprak ik met de heer Cohen en hij had ook een vraag aan u. Sabine, ik heb ook een vraag aan jou. Het is een vraag die betrekking heeft op Mauro en diegene die in eenzelfde situatie zitten zoals hij. Vind jij eigenlijk niet diep in je hart dat iemand die al zo lang in Nederland is en zo deel uitmaakt van een familie, dat hij niet eigenlijk gewoon deel moet blijven uitmaken van die familie? Het is een hele politieke vraag van meneer Cohen. Ik had het ook niet anders verwacht trouwens. Deze wetgeving die minister Leers nu aan het uitvoeren is om een jongen als Mauro terug te sturen naar zijn land waar zijn moeder woont. Een wet is die door de PvdA is bedacht. Het is wel heel bijzonder dat meneer Cohen, leider van de PvdA-fractie, mij deze vraag stelt. Als ik naar de beelden van Mauro kijk, dan vind ik het heel erg lastig. Maar ja, als politicus moet je wel nagaan denken van, goh, waarom is deze wet ooit ontstaan? In 2002, ongeveer in die omstreken, zeg maar, had je veel AMA's. Dat waren de jonge asielzoekers. Die hadden we weggestopt in de asielzoekerscentra. En we hebben zelfs een debat gevoerd in de Tweede Kamer over moeten we deze asielcentra niet op slot doen. Omdat er mensen met auto's voor kwamen rijden om de jongeren op te pikken. Loverboys, allerlei vervelende circuits. Dus ja, het was echt wel een probleem aan het worden. En daarom is toen die wet gemaakt van nee, jongeren binnenkomen, meteen weer terugsturen naar het land als er gewoon geen hoop is. Als er geen hoop is, moet je geen hoop geven. We hebben ook met Roemer gesproken, een hele aardige man. En die vroeg zich af of u niet veel liever op het podium stond dan in de Tweede Kamer. Je moet ook wel weten waar je talenten liggen, hè? Ik bedoel, waar je goed in bent. En ik weet nou niet of ik nou zo'n goede zangeres ben dat ik zou kunnen doorbreken als zangeres. Maar ja, als ooit nog iemand langskomt die zegt van ik heb jou ontdekt, dan wie weet. Maar ik denk het niet. Ja, ik weet niet of het aan mij ligt of je hebt heel veel oliebollen gegeten of je bent zwanger. Nou, beide. Ik ga bijna bevallen, dus misschien gebeurt het wel tijdens het interview. Een klein cadeautje voor je. Oh, wat leuk. Ik wist niet wat het zou worden, dus ik dacht, ik doe het lekker. Die vind ik echt heel leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Is het een jongen of een meisje? Wat denk jij? Ja, ik weet dat nooit. Je moet het kunnen zien aan de vorm. Hallo, ik ben 16. Ik bedoel, daar hou ik nog net niet mee bezig. Komt nog wel. Nee, ik ben zwanger van een meisje. Okay. Ja. Als zij nou straks op haar 16e naar een feestje wil en zou daar misschien een biertje willen nuttigen? Onder de 16 gedruppel. En ik hoop dat tegen die tijd, als zij 16 is, en dan praten ze ook over 16 jaar later, dat de grens ook veel hoger ligt. Laten we gaan naar de vraag van de jongeren, want wat vind je van muziek? Nou, muziek zou ik niet zonder kunnen, echt niet. Daar weet ik zelf heel weinig van voetbal af, maar bent u zelf voor Cruijff of voor Van Gaal? Nou, ik ben eigenlijk gewoon voor FC Twente, mag dat ook? Tijd voor de stellingen waar u alleen ja of nee mag antwoorden. Stelling nummer 1, om bij het CDA te zitten moet je streng gelovig zijn. Ja, dat hoor ik wel eens vaker, ja. Ja. Nee, wat is streng gelovig? Stelling nummer 2, als ik niet in de Tweede Kamer zou zitten, dan zou ik doorgebroken zijn als zangeres. Was het maar zo'n feest. Stelling nummer 3, de recessie treft iedereen, ook de Kamerleden. Ja. Stelling 4, oud en nieuw zit er net op, moet vuurwerk verboden worden? Gelukkig nieuwjaar allemaal. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Nee, vind ik niet. Nee, ik vind tradities zoals vuurwerk vind ik prachtig. Stelling 5 is tevens de laatste stelling. Ik ben wel tegen verkoop van alcohol aan 16-minners, maar zelf dronk ik ook toen ik nog 16 was. Ik dronk niet onder mijn 16. Okay. Ja, alcoholverkoop onder de 16 moet verboden worden. En we hebben de wet iets aangescherpt. Dat heb ik samen gedaan met Lea Bouwmeester van de PvdA. We hebben gezegd van ja, als je onder de 16 bent, was het voorheen nog mogelijk dat je broer van 18 of 21 biertjes ging halen. Mm-hmm. En ging uitdelen in zijn vriendengroep en jij kreeg ook een pilsje. Ja. En dan was je niet strafbaar, maar wel de horecabaas, hè, okay, dat jij dronk. En nu is het zo van als jij met je biertje staat en jij drinkt ervan en je bent onder de 16, ben jij ook strafbaar. Volgende keer dan spreek ik met Marja van Bijsterveld. Heeft misschien een vraag daaraan? Marja, aan jou de vraag. Ik krijg veel vragen van jongeren over die 1040 uur. Zou jij misschien nu kunnen uitleggen hoe het precies zit, zodat daar geen misverstand over kan ontstaan? Dankjewel.